Voor 99% van de overleggen waar ik in deelneem, heb ik geen enkele behoefte om controle uit te oefenen op het gebruik van de camera of microfoon van andere deelnemers. Tuurlijk, soms is het handig om een deelnemer even te dempen omdat er bijvoorbeeld veel achtergrondlawaai is en de spreker niet aan het woord is. Maar controle over camera heb je eigenlijk alleen nodig bij grote bijeenkomsten. We hebben Microsoft Teams als gebruik voor een bijeenkomst met 140 deelnemers. Daar hadden we toen niet de streaming optie gebruikt, omdat we ook wilden dat mensen op sommige momenten wel de camera aan hadden staan en wel met audio met elkaar konden communiceren, bijvoorbeeld via breakout rooms. Maar dan is het wat onhandig op het moment dat je zegt, ik heb bijvoorbeeld 1 of 2 sprekers, zeker bij 2, dan kun je Spotlight niet gebruiken. Bij 1 zou je nog Spotlight kunnen gebruiken om een beeld te brengen. Maar zelfs dan is het zo dat bijvoorbeeld de opnameoptie van Teams geen mogelijkheid heeft om alleen het gespotlighte beeld op te nemen. Die neemt alle video's op. Ik heb ook al meegemaakt dat we grote afdelingsbrede vergaderingen hadden, waar we dan 1 spreker hadden. En ook dan werd gezegd van, nou ja, zet de camera even uit. Dat is ook wel fijner voor de bandbreedte. En zeker als er dan mensen net iets later binnenkomen, dan komen ze weliswaar met de microfoon uit binnen, maar met de camera aan. Meestal zien ze dan dat iedereen anders de camera uit heeft staan en zet hem dan alsnog uit. Maar dat kun je dus voorkomen door ervoor te zorgen dat mensen zonder camera of zonder microfoon binnenkomen na de start van de bijeenkomst. Ik zit in een vergadering, test camerabeheer. Ik ben er nu alleen, dus dat is niet zo handig om dit te testen. Ik zal even een tweede gebruiker uitnodigen. Dat kan ik doen door vergaderinfo en dan link kopiëren bij click here to join the meeting. Dan kan ik namelijk heel makkelijk in een incognito of private venster, incognito, de link plakken. Ik kies hier annuleren, dus niet Teams openen, maar voor doorgaan in deze browser. Nou, mijn computer heeft toevallig 2 webcams, maar dat kan ook zonder. Ik zal even de microfoons uitzetten, anders hoor ik echo zo meteen. Nou, dus de gebruiker heet Bert, heeft een camera, heeft een microfoon aanstaan, dus dat kan allebei. En ik zeg, nu deelnemen. Nou, ik kom binnen in de vergadering en ik word toegelaten. Als ik hier nu ga kijken, dan zie ik bij Bert geen enkele andere opties. En toen ik hier ging kijken en ging kijken van, goh, heb ik nou al de optie om camera's uit te zetten, dacht ik eerst van, hey, dit werkt nog niet. Waar kun je zien of jouw server die optie al heeft? Dan kijk je bij vergaderopties. En dan zie je namelijk hier de optie microfoon toestaan voor deelnemers en camera toestaan voor deelnemers. Wie kan presenteren staat nu op iedereen. Omdat het op iedereen staat, wordt Bert, ook al is hij gast, als presentator toegevoegd. Deze opties, microfoons toestaan voor deelnemers en camera toestaan voor deelnemers, gelden niet voor presentatoren. Dus als ik Bert nu terugzet in de rol genodigde, dan zie ik opeens dat ik bij Bert de optie heb om zijn microfoon uit te schakelen of zijn camera uit te schakelen. Als ik nu de camera van Bert uitschakel, dan gaat zijn beeld hier weg. En dan krijgt Bert de melding, uw camera is uitgeschakeld, u kunt geen video meer delen. Bert ziet ook dat zijn camera-icoontje wel aanwezig is, maar niet actief is. Dat betekent dat als ik dus nu deelnemers heb, dat ik per deelnemer of voor alle deelnemers tegelijkertijd camera kan uitschakelen en kan inschakelen. Dus in het geval van de grote vergadering zou je kunnen voorstellen dat je alle deelnemers met camera binnen laat komen en dan op het moment dat je zegt, oké, nu willen we even de focus op 1 spreker hebben, dan schakel je gewoon de camera's voor iedereen uit. En op het moment dat je zegt, nou ja, we willen weer een gemeenschappelijke discussie hebben, laten we de camera's aanzetten en de microfoons kun je hetzelfde overigens voor doen, natuurlijk microfoons uitschakelen en inschakelen, dan hebben de deelnemers weer de optie om de camera aan te zetten. Je ziet, de camera van Bert gaat niet automatisch aan. Het enige wat er nu veranderd is, is dat hij weer de optie heeft om de camera in te schakelen. Dus het is niet zo dat een sessieleider stiekem even de camera van iemand kan aanzetten. Of dat bijvoorbeeld, die discussie speelt binnen lessituaties wel, dat docenten kunnen dwingen dat leerlingen of studenten de camera aanzetten. Het enige wat geregeld kan worden is, heb je de mogelijkheid om de camera of de microfoon aan of uit te zetten. Als je nou 100 deelnemers hebt, dan kun je zeggen, ja, dat is misschien niet zo heel handig. Dan wil je eigenlijk dat Bert meteen als deelnemer binnenkomt. Dan zullen we Bert even laten
ophangen. Ja, Bert verlaat nu de vergadering. En dan ga ik de vergaderopties aanpassen. Door hier niet te kiezen voor iedereen, maar bijvoorbeeld voor alleen ik. Als Bert nu weer opnieuw deelneemt aan diezelfde vergadering. Camera aan. Oké. Dan krijg ik de vraag, wil je Bert toelaten? Dan zie je dat Bert meteen als deelnemer is toegevoegd. Ook nu kan Bert wel video delen, want dat stond aan in de vergadering. We kunnen de vergadering een keer verlaten en kijken wat er gebeurt op het moment dat ik de opties, de vergaderopties aanpas. En bijvoorbeeld zeg van, oké, ik wil niet dat ze camera of audio aanzetten, maar dat ze bijvoorbeeld wel kunnen chatten. Ik sla die op. Als ik Bert nou weer opnieuw wil laten deelnemen, dan ziet Bert niet beter, die weet gewoon niet beter. Hij heeft camera en microfoon aan. Ik krijg weer de melding dat Bert in de lobby zit. Ik zal Bert toelaten. En meteen op het moment dat Bert als deelnemer binnenkomt, zijn zijn camera en microfoon uitgezet. En ook Bert krijgt dan de melding dat camera en microfoon uitgezet zijn. Dus dit is een heel restrictieve benadering. Hier komt eigenlijk iedereen gewoon stilletjes binnen, zonder audio, zonder video. Nou, stel dat je zegt van ik wil dan deze deelnemer toch presentator maken. Vanaf dat moment kan hij ook audio en video aanzetten als hij dat wil. Maar de anderen niet. Dus je kunt ervoor kiezen. Je kunt mensen met audio en video binnen laten komen en daarna uitzetten. Of je kunt het vooraf uitzetten. Dan nog wel een handige als je bij de vergaderopties kijkt. Stel nou dat je de vergadering niet voor jezelf aanmaakt. We hebben de luxe van een secretariaat, dus er worden heel veel van die afspraken worden ook voor mij ingepland. Als het secretariaat dan kiest voor alleen ik, heb ik een probleem. Maar er zit nog een tweede optie boven, die zegt specifieke personen. Daar kan ik nu niet veel mee, want er staat alleen, je moet gebruik afzonderlijk uitnodigen. Op het moment dat het secretariaat bijvoorbeeld een vergadering in mijn agenda plant, met mij als deelnemer, dan krijg je hieronder een tweede pull-down met alle deelnemers vanuit dezelfde organisatie als de persoon die de vergadering aanmaakt. Dus een beetje onhandig. Je kunt niet anderen meteen al als presentator toevoegen aan een vergadering. Dus niet mensen van buiten je organisatie, alleen mensen van binnen je organisatie. Maar in dit geval zou dat voldoende zijn als zij dan mij toevoegt. Dan kom ik erin als presentator en kan ik andere deelnemers die ik presentatiemogelijkheden wil geven tijdens de vergadering alsnog in die rol toevoegen. Kortom, het is maar goed dat ik het in 99% van de gevallen niet nodig heb. Het is alleen even goed om te weten dat voor die 1% van de gevallen, als je het zeker voor wat de hand betreft doet op de manier zoals het standaard staat, en dat is op zich ook prima, gewoon de mogelijkheid voor iedereen kan presenteren, dan zul je in de vergadering de opties niet zien om camera's uit te zetten, ook niet als het nodig is. Dus dan zul je in ieder geval ervoor moeten zorgen dat dat beperkter is. En dan kun je er dus voor kiezen om bijvoorbeeld toch camera's aan. Je zou zelfs kunnen zeggen, nou iedereen komt gegarandeerd stil binnen. Maar dat doet op zich Teams zelf al. Of je zegt van, nou we zetten beide aan voor het begin van de vergadering. En zodra je dan minimaal één iemand in de rol benodigde hebt, dan heb je hierboven de optie om voor iedereen camera's of microfoons uitschakelen, of hier beneden de mogelijkheid om voor iedereen, voor individuele personen, de camera in of uit te schakelen. Wat je dan dus vaak zal doen, is voor iedereen uitschakelen en als je iemand even het woord wil geven, dan alsnog de camera toestaan en de microfoon toestaan. Tot zover!